A2 filevrij. Dit traject tussen Weert en Eindhoven is gewoon iedere dag prijs. Mensen staan lang in de file. Dat is een bron van ergernis. Het is vervelend als ik elke dag een half uur langer moet rijden. Dus, wat lijkt voor u de oplossing? In principe zou een spitsstrook op zich al helpen. Maar ja, een extra rijbaan zou altijd fijn zijn natuurlijk. Ik rij van Limburg, Linnen naar Eindhoven en elke ochtend denk ik dat ik wel een half uur langer onderweg ben door de file. Is het echt voor u dat u zegt van nou ja, er moet echt iets veranderd worden? Nou ja, ik heb het gevoel dat er wel met een derde rijstrook makkelijk een oplossing gevonden kan worden om ja, net wat sneller te rijden, want iedereen heeft er last van. Dus, en ik zie in Limburg bijvoorbeeld hebben ze wel de snelweg aangepast, daar gaat het al beter. Hebben ze ook spitsstrook erbij aangelegd. Ja, dat zou hier ook moeten kunnen, denk ik. Er is al best wel wat aandacht voor, maar er kan altijd een tandje bij. Vandaar dat wij ook de verkiezingen hebben aangegrepen om namens de VVD, zowel voor Brabant als voor Limburg, een actie op touw te zetten en een petitie in het leven te roepen voor de ontwikkeling van smart lanes.